Ik ben dol op hotels. Kamperen bedoel ik. In RTI Bezoekt ontmoeten we mensen met een bijzondere baan of hobby. Hilversummers die onlangs in het nieuws kwamen en we betreden uiteenlopende locaties. Om iemands passie te zien en te snappen willen we dit graag zelf ondergaan. Vandaag zijn we op de camping. We zijn net in Hilversum de grens overgegaan en we staan nu in Bussum midden in het Spanderswoud. Samen met cameraman Adriaan. Hallo. We gaan kamperen op een terrein waar in ieder geval veel vaste bewoners de zomer doorbrengen, met name Amsterdammers. De Franse Kamp, lekker dichtbij en toch gezellig. Kijk, en waar begint het natuurlijk allemaal mee? Een tent opzetten. En volgens mij is dat ons plekje. Wat willen we als eerste hebben? Overzicht. Dus de dingen die we nu niet gebruiken, die is even aan de kant. Een geleende tent, dus nog van een oude zeevaarder geweest, heb ik gehoord. Ah, we hebben een begin. Volgens mij was het altijd zo dat je eerst een sprei moet maken, dus dat die zo lang is dat je die door het hele zeil kunt duwen. En dan de andere kant hetzelfde, dus twee over elkaar. Of, ik ben nu een heel dom verhaal aan het vertellen volgens mij. Let u ook even op de muziek op de achtergrond. Dit was Handig met Tenten. Tot volgende week. Adriaantje, kom eens even helpen. Ik ben dol op hotels, kamperen bedoel ik. Ja goed, ook met alle hulp erbij, de tent, dat gaat hem niet worden. Er zitten, ja, of er ontbreekt iets, of er is toch iets kapot. We hebben alles aan gedaan. Dus we moeten even een plan B gaan zoeken. We gaan even kijken of we een slaapplek kunnen regelen. Dus wil je naar thuis ook een keer kamperen? Test alsjeblieft uw eigen tent eventjes in de tuin of zoiets dergelijks, of bij de buren. Je ziet het, daar gaat de tent al. Toch leuk dat er nog plezier aan beleefd wordt. Bring it on. Met z'n allen bij elkaar. Op de camping. Zet de champagne maar klaar. Op de camping. S'avonds klokken met elkaar. Op de camping. Op de camping. Je bent net een soort Tarzan. We ontmoeten Dick Engelbracht. Hij geeft ons een inkijkje in zijn leven en legt uit waarom hij samen met zijn twee kinderen een heel seizoen op de Franse Kamp staat. Om dan even gelijk met de deur in de caravan te vallen. Er zijn mensen natuurlijk die dit zien en die jou zouden kunnen kennen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Bananasplit. Nou ja, Bananasplit is iets wat ik een aantal seizoenen heb kunnen doen. En wat was jouw rol daar precies in? Nou, ik was degene die waarvan, als er een grap bedacht was, hoe die moest. Om dat dan als acteur die grap vorm te geven. We hebben nergens anders decoraties gezien zoals jij dat hier hebt. Ja. Ik vond het toch wel heel bijzonder. Ja, daarvoor loop ik ook bij een psychiater. Ja, hoe lang al? Te kort. Nee, maar natuurlijk, ik maak daar wat van. Maar waarvoor maak ik er wat van? Want ik sta 6 maanden per jaar met mijn kinderen hier op de Franse Kamp. En godzijdank heb ik een plekje kunnen vinden in deze malle maatschappij. Waarbij er toch nog iets van een stukje vrijheidsgevoel is. Hè? Die niet alleen voor mij belangrijk is.
Maar juist ook wat ik mijn kinderen kan bieden. En je kan hier nadenken over jezelf. Natuurlijk, ik heb geen tv hier. Mijn kranten doe ik even zo min mogelijk. En ik noem het duck-out of life op dit moment voor mij in mijn leven. Voor anderen misschien niet, maar voor mij wel. Er wordt ook veel vrijwilligerswerk gedaan op de Franse kant. Met name ook door mensen die hier zelf een plekje hebben. En mij is ook gevraagd om vandaag een handje te helpen, even de handjes uit de mouw te steken. Dat doe ik natuurlijk graag, maar we zijn hier ook een beetje voor onze rust, een beetje relaxed. Voor ons is het ook een lang jaar geweest. En ja, ik kom. Klein potje voetbal nu. Moeten we misschien even een tactiek. We maken 3 eigen goals en dan profiteren we van de verwarring die er dan ontstaat. Is dat een goed idee? Oké, top, we gaan. Ik weet helemaal niet meer wie bij mij is. Laten we er even een educatief momentje in gooien. Natuurlijk, ook dat is RTI bezoekt. Hier in de hele omgeving vind je bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers bouwden deze bunkers om een ingenomen gebied te verdedigen vanuit Hilversum. En als je vandaag de dag door de Franse kamp loopt, kun je deze bunkers tegenkomen. Dick nodigt ons uit voor de barbecue. Dit is een buffet. Buffet. Een meest trendy stukje vlees op dit moment. Net als gin tonic nu heel erg hot is. Dat is echt niet geloven, maar... Oh, gin tonic. Je bent heel gastvrij eigenlijk, heel openhartig. Je hebt ook veel over jezelf verteld. Je hebt gezegd dat het een escape voor je is, dit, in plaats van een vakantie. Maar lukt dat ook door hier te zitten? Word je er rustig van? Nou, ik zal de tijd moeten leren. Ik kan hier nog 2,5 maand hopelijk een beetje vertoeven. En het vertoeven, dat is echt nogmaals niet dat je zegt, nou, lekker vakantie. Helemaal niet. Echt gewoon voor mij om echt, en dat heb ik je al een paar keer gezegd, ik moet als mens resetten met 2 kinderen na een moeilijke periode. Je hebt de scheiding achter de rug. Ja, die scheiding is achter de rug, maar zoiets is nooit helemaal achter de rug. Het blijft altijd nog een beetje... Zoals dat gaat. Dus wat je eigenlijk zegt is dat je het nog niet lukt om hier te resetten, maar je denkt hierna om hoe kan ik weer gaan resetten. Om weer even een beginpunt een nieuwe start. Tot een soort rustpunt te komen, waardoor je uiteindelijk er een beetje weer achter komt hoe je zelf zit. En we gewoon nu eigenwijs. Ik ben heel weer de naam kwijt. Fatba? Ja, Fatba. Nee, het is Buffet. Fatba, man, die Buffet. Salut. 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 Ik ben echt super gezellig dat we bij jullie mochten eten. Oh, mag ik ook een broodje doen? Cheers, Adrien. Cheers. Na het fiasco met de tent zijn we nog steeds op zoek naar een slaapplek. Sterk weer, Dick, hè? Dick blijkt enorm gastvrij, want hij heeft een plekje voor ons in de caravan. We zijn nu in de caravan van Dick Engelbracht. Even kijken. Daar ligt Adriaan. Hallo. Wat vind jij ervan, Adriaan? Ja, relaxed sfeertje. Blij dat we in bed liggen. Lig je goed? Ik lig heerlijk. Okay. Nou, dat zou ik zeggen. Welterusten. Goedemorgen. Weer heerlijk geslapen. Dan zullen we eens even kijken of we ergens een ontbijtje kunnen krijgen. En dan volgens mij nog het zwembad schoonmaken of zwemmen. Ik weet het niet precies. Nou Len, eet smakelijk. Eet smakelijk, jongen. We onderbreken u net in een goed boek, volgens mij. Ja, net in begonnen, maar streekromans blijven me altijd boeien. Was het spannend? Nog niet helemaal. Dus het moet nog beginnen. We hebben nu net het spannende moment een beetje uitgesteld eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus dan ga ik straks wel weer verder. Oké.
Nu staat u niet voor langere tijd, maar omdat er dit weekend het een en ander te doen is. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dit weekend is het wandelweekend op Franse Kamp. En dat is vanuit de wandelclub. Daar kunnen mensen uit heel Nederland aan deelnemen. Die starten hier op het Franse Kamp, hebben rusten onderweg en komen hier ook weer terug op het Franse Kamp. En als we hier nu zo rondkijken, lekker een boekje zitten lezen, heeft u dan het idee, nou, je zou ook wel eens voor langere tijd kunnen staan? Ja, inderdaad. Alleen de afstand tussen Brabant en Bussum, die houdt me daar nog een beetje tegen. Want ik ben afhankelijk van mijn scootmobiel. Dus, en mijn man, ja, die moet natuurlijk nog werken. Dus, maar anders dan zou ik er helemaal niks om geven. Ze mogen mij hier neerzetten en over een maand komen halen, vind ik helemaal niet erg. Tot nu toe, vanaf 1 april tot heden, is het ons heel goed bevallen. En bijkomstigheid is dat we 3 weken op onze kleinzoon passen. En thuis is dat allemaal wat lastiger, maar hier kan hij alle kanten op. Het is autovrij, dat is heel prettig. Dus hij kan hier een beetje rondlopen. En wij fietsen veel. Nu zijn er mensen die staan hier 10 jaar, er zijn mensen die staan er 20 jaar, 30 jaar. Kunnen zich dat voorstellen? Ja, want ik heb me heel klein beetje, zover als ik kon, verdiept in de geschiedenis van de Franse Kamp. Het schijnt iets met Napoleon te maken te hebben. Daar is me nog niet helemaal duidelijk. We zijn van de week zijn we naar Huizen gefietst. Dat blijkt een oud vissersstadje te zijn. Nou ja, daar kom je normaal ook niet. En zijn we door Laren en Blaricum gefietst. We willen ook de kanten van Loosdrecht, want dat is wel leuk hier. Je zit hier op een bosgebied, maar fiets je 2-3 kilometer naar het westen. Dan zit je in het plassengebied in Oud-Loosdrecht. We zijn hier wel eens geweest. Ook vorig jaar waren we hier in september, augustus. En dan is alles weg. Alle caravans, alle tenten, alle huisjes die zijn dan weg. En het valt me op dat je dan nog geen luciferstokje kan vinden hier. Dus alles wordt keurig netjes opgeruimd. Zeg maar, de camping wordt als het ware weer teruggegeven aan het bos. En er was gisteren een meneer en die heeft van 1 tot 5 door microfoons laten zien. Hij was er vandaag weer, had ik al gezien. Ja, die is wel heel erg fanatiek en die houdt het heel lang vol. Die moeten ze wegslepen voordat hij weggaat van het podium. Graag pauze houdt hij. Dick, je bent hier ook de badmeester. Ja. Wat doe je dan zoal? Nou, ik draag zorg voor het zwembad. En dat het een beetje schoon is. Dat het waterkwaliteit goed is. En daarvoor heb ik deze 2 stukken gereedschap. Een net en een trekker. En wat moet er gebeuren? Nou, in principe beginnen we altijd met het netje. Een soort Rob Geus momentje. Dit is een Rob Geus momentje. Eruit, wapperen. Dan hebben we hier die paarse, zit je ook goed. Ja. Dat is iets te veel. En die roze hier, is deze, dus ze zitten hoog met de pH. Ja. Nou, dat is uitstekend. Bedankt voor alles, zou ik zeggen. Ja, we kunnen er heel eerlijk over zijn. Zonder jullie hadden we een hele zware nacht gehad, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ik zag jullie nog pielen met het tentje gisteren. Maar ik vond het ook hartstikke gezellig dat jullie er waren. En de jongens vonden het leuk. Dankjewel. Ik wens je in ieder geval echt alle goed. Ja. Ja, oprecht gewoon. En dat er inderdaad iets moois op je pad mag komen. En alle geluk. Nou, dat is een mooie wens. Ik hoop het ook namelijk. Dan sluiten wij af met Ertie bezoekt vanaf de Franse Kamp. Hebben we nog weekendtips eigenlijk?
zwaar na zo'n avond. Dag jongens, doei.